laten we dit voorjaar uw kant op komen. De heer Erkens. Ja, heel kort, voorzitter. Die brief waar de minister in refereert lijkt me voor mij dan heel relevant. We hebben ook een debat over het elektriciteitsnet en de energieinfrastructuur. Komt die brief dan voorafgaand eraan, zodat u ook kunt betrekken bij dat debat? Dat debat is volgens mij verzet, dus ik weet niet meer precies wanneer dat plaatsvindt. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik ga proberen u een zo simpel mogelijke brief te sturen, zodat ik vooral daarna ook de wetswijzigingen naar de Kamer kan brengen. Dus ik ga dat niet ingewikkelder maken dan nodig is. Maar volgens mij heeft u straks... Ik zal nog even kijken naar de data van het commissiedebat en proberen daar... Volgens mij heeft u straks elke week 2 debatten. Het schiet ze op, voorzitter. Veel debatten met de minister. Maar ik moet wel goed te begrijpen, er komt nog een losse wetswijziging, verzameling van kleine wijzigingen hier en daar. Om juist te zorgen voor een bepaalde versnelling voorafgaand aan de behandeling van de energiewet. Ja, ik zal u dus zo snel mogelijk de brief sturen waarin ik schets welke wijzigingen we kunnen doorvoeren om te versnellen. Dan moeten we die wetswijziging nog afronden. Dus of dat die voor of na de energiewet komt, dat weet ik niet. Dat zal ook liggen aan het moment van agenderen van de energiewet hier plenair. Maar hoe sneller, hoe beter. Ja, qua agenda's, ik ga dit debat afkappen na de eerste termijn. Ah, ik ben er al bijna, voorzitter. Doe nog even uw best. Wie weet... Voorzitter, dan kom ik bij het allerlei vragen die zijn gesteld over subsidies, lasten, noem het maar op. Allereerst de Algemene Rekenkamer. De heer Eerdmans, de heer Bouke, de heer Kops hebben daar onder andere uitgebreid bij stilgestaan. Ik wil allereerst de Algemene Rekenkamer bedanken voor een heel helder advies dat zij vorige week heeft uitgebracht. Waarin gewoon klipperklaar staat dat we als kabinet nog beter overzicht kunnen geven van klimaatuitgaven. Ik zal ook alle aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer ten harte nemen en met de andere departementen ervoor zorgen dat we dat overzicht zo goed mogelijk voor u schetsen. Ik zal uiteraard ook later nog formeel reageren op het advies van de Algemene Rekenkamer. De heer Grinwis, mevrouw Kreuger, de heer Thijssen, mevrouw Teunissen, de heer Bouk, daar eigenlijk heel veel van u hebben stilgestaan bij fiscale voordelen die er nu zijn voor zowel fossiel, maar ook voor groene technieken. Kan het kort? Ik wacht wel dit antwoord even af, fossiel. U gaat verder, minister. Oké. Want ja, voorzitter, er zijn voordelen voor fossiele energie. En over het bedrag en de definitie zijn allerlei discussies gaande. En afgesproken is om al die voordelen voor fossiele energie zo snel mogelijk af te bouwen. Concrete stappen daarvoor zijn ook al gezet dit jaar. Bijvoorbeeld met vermindering van dispensatierechten voor de industrie, verhoging van de vliegbelasting of dit soort afbouw staat voor de komende jaren op de rol. Bijvoorbeeld het verlaagde tarief van de glastuinbouw dat wordt uitgefaseerd. De inputvrijstelling voor de productie van glas, metaal en cement die wordt afgeschaft. En de vrijstelling voor gas voor WKK's die wordt afgeschaft. En voor een aantal andere van die regelingen zijn ook goede redenen, zoals het voorkomen van dubbele belastingen of het tijdelijk verminderen van gasverbruik in Nederland vanwege de gascrisis. Maar soms kunnen we ook niet altijd meteen van fossiele voordelen af vanwege Europese richtlijnen of internationale verdragen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat er geen kerosinebelasting is voor de luchtvaart. Dat is een internationale afspraak waar we niet onderuit kunnen. Maar juist daarom heeft het kabinet een vliegbelasting geïntroduceerd en die ook verhoogd om op daarmee wel het ontbreken van de fossiele belasting te compenseren. Wat nog een beetje buiten de discussie blijft, ook in dit debat, is dat we heel veel andere dingen doen, zoals voordelen voor groene energie. Zoals het afschaffen van de BTW op zonnepanelen of allerlei belastingen op de uitstoot van fossiel. Zoals een CO2-heffing op de industrie, een CO2-minimumprijs, de zo net al genoemde vliegbelasting, maar ook autobelastingen waarbij we daadwerkelijk onderscheid maken tussen fossiele auto's en elektrische auto's. Maar ook in Europees verband worden er grote stappen gezet om de uitstoot beter te beprijzen. Zoals aanscherping van de ETS-beprijzing in de industrie en de elektriciteit. En de komende jaren gaan we er ook mee verder met nieuwe CO2-beprijzing, ook in de mobiliteit en in de gebouwde omgeving. We geven daarnaast natuurlijk ook allerhande subsidies uit aan groene investeringen. SDE-subsidies, zo'n 5 tot 8 miljard per jaar, oplopend naar 12 miljard per jaar als je daar ook de ISDE en het Klimaatfonds bij optelt. En we zijn ook volop bezig met het normeren, zoals het normeren verplicht stellen van een hybride warmtepomp per 2026, een verbod op kolenstook en een verbod op de verkoop van fossiele auto's. Kortom, we delen hier volgens mij met z'n allen het doel. Het gaat erom dat we zo snel mogelijk stoppen met fossiele voordelen, dat naar beneden brengen. En dat zullen we ook de komende jaren blijven doen. En ik heb al eerder toegezegd, samen met de staatssecretaris van Financiën, dat we nog eens helemaal in kaart laten brengen welke voordelen er nu nog zijn die fossiel verbruik ook aanmoedigen, zodat we waar nodig ook dat afbouwpad verder kunnen aanscherpen.
Was dat uw blokje subsidiefinanciering? Nee, dat was het niet. Maar mevrouw Kreuken kijkt mij zo indringend aan dat ik ja, even... Ja, maar daar kunnen we ons wel een beetje aan onttrekken. Ik stel vast voor dat u even het blokje afmaakt. Ja, dat zal ik dan doen. De heer Thijssen vroeg nog naar de overwinstbelasting. Die is ingevoerd vanwege de exorbitante winsten die ook nu in de olie- en gassector worden gemaakt. Het kabinet heeft erop ingezet om overwinsten zoveel mogelijk af te romen. En dat doen we op een manier die echt goed aansluit bij de hoge winsten die op dit moment in die sector worden gemaakt. Zonder dat we de prikkel om in gasproductie te blijven produceren nu volledig wegnemen. Omdat we die gasproductie simpelweg ook nodig hebben om onze afhankelijkheid van Rusland af te bouwen. Als het kabinet ervoor zou kiezen om hogere percentages te heffen dan 65%, levert dit ook als gevolg van de interactie met het winstaandeel en de vennootschapsbelasting bovendien cumulatief tot bijna geen extra inkomsten op. Dat heeft de staatssecretaris ook bij het belastingplan aan u aangegeven. Ik wil ook eigenlijk aansluiten bij een aantal Kamerleden die ook vandaag heeft gezegd, die winsten die je gisteren en ook vorige week hoort van een aantal grote internationale oliebedrijven. Je valt echt stel achterover als je die miljardenwinsten hoort. Dan denk je op de eerste plaats hadden die bedrijven dan het afgelopen jaar ook niet hun prijzen wat kunnen aanpassen. Zodat consumenten en kleine bedrijven niet zo hard waren geraakt door de energiecrisis. Je hoopt ook dat die bedrijven die forse winsten gaan inzetten in investeren in versnelling van de energietransitie. Er moet ook nog een loss and damage fund internationaal worden gevuld. Misschien dat die bedrijven daar een stukje van hun verantwoordelijkheid kunnen pakken. Maar is ook zeer terecht door een aantal Kamerleden aangegeven. Deze bedrijven hebben hun hoofdkantoor niet in Nederland. Dus er is voor het kabinet ook heel weinig ruimte om deze miljardenwinsten, eigenlijk geen ruimte om deze miljardenwinsten extra aan te slaan met grotere belastingen op die overwinsten. Dus ik deel de verontwaardiging, maar de ruimte voor het kabinet om wat te doen aan de winsten van Exxon en Shell is beperkt. De heer Bouke vroeg mij nog naar een overzicht van groene fiscale maatregelen. Ik zou hem graag willen wijzen op hoofdstuk 19, de bijlage van de miljoenennota, waar we dat in tabel 19.3 al schetsen, maar zoals de Algemene Rekenkamer al heeft aangegeven, dat overzicht kan nog beter, dus dat zullen we ook de volgende keer doen. De heer Bouke vroeg naar de vrijstelling van energieintensieve processen in de energiebelasting. Conform het coalitieakkoord wordt dat afgeschaft per 1 januari 2025, ziet u. Dat is nog een keer zo'n fossiele belasting die we al aan het uitfaseren zijn. En we hebben gekozen voor de implementatiedatum 1 januari 2025, omdat dit zeer grote impact heeft op een aantal bedrijfstakken. En die hebben dan nu ook nog de tijd om zich daarop voor te bereiden. Tot slot in dit blok, voorzitter, mevrouw Gundogan stelde een aantal hele interessante vragen over de herziening van de Europese energiebelastingen. Echt zeer belangrijk om deze hele discussie, het uitfaseren van fossiele voordelen en echt het beter beprijzen van vervuiling, om dat echt een hele grote stap voorwaarts te geven. Op dit moment is Zweden voorzitter van de Europese Raad. Ze hebben aangegeven dit half jaar extra aandacht te zullen besteden aan de herziening van die richtlijn energiebelastingen. Ik verwacht niet dat dat dit half jaar al is afgerond, maar de minister van Financiën zal ook in de Ecofin namens Nederland stevig hameren op veel tempo om tot afronding van deze richtlijn te komen. Daar zullen we dus ook inzetten op aanpassingen in zowel de energiebelastingen als in de brandstofaccijnsen om alles wat vervuilend is voor klimaat en natuur ook beter te beprijzen ten gunste van de groene alternatieven. En recentelijk is het BNC-fiche door het kabinet ook aan uw Kamer aangeboden, waarin we daar ook uitgebreider op ingaan. Mevrouw de Gundogan heeft in haar bijdrage een aantal principes ook aangehaald, een aantal basisprincipes. De heer Bontebal had ook daar een goed interruptiebad met mevrouw Gundogan over. Daar ben ik het ook heel erg mee eens. Dus je moet echt voor zorgen dat die prikkels op die fossiele energie veel sterker worden aangezet. Dat je dan tegelijkertijd ervoor zorgt dat de groene opties betaalbaarder worden. En dat als je ook kijkt, als je allerlei vrijstellingen afschaft, dat je dan ook de opbrengsten die dat oplevert ook tegelijkertijd gebruikt om de energiebelasting voor huishoudens of MKB'ers waar mogelijk ook weer wat te verlagen. Zodat we er allemaal op vooruit gaan. En dat ligt ook heel erg in het verlengde van het pleidooi van de heer Stoffer als het gaat om het doorberekenen van Fit for 55 in onze nationale belastingen en eventueel ook daar een correctie op door te voeren. Prima, dan gaan we hierna door, snel door naar de Caraïbe, maar nog even een korte vraag van mevrouw Kreuger. Ja, voorzitter, er zit heel veel in dit afgeraffelde, heel rap tempo doorgesproken blok. En ik snap dat de minister haast probeert te maken, dat is ook de wens van de voorzitter. Maar toch even over die winsten van Shell. Shell wint olie in Nederland, Shell wint gas in Nederland. Shell maakt overwinsten. En het kabinet heeft gekozen om die niet om op het laagst mogelijke tarief te gaan zitten wat Europa heeft voorgeschreven voor het belasten van die woekerwinsten. Dit is toch het moment
Dat je ziet dat Shell 38 miljard winst maakt. Dat we zien dat ze ten koste gaat van mensen in energiearmoede en van de planeet. Om als kabinet te zeggen, dit pikken we niet. En wij gaan toch dat hogere tarief, die 49,5% voor woekerwinsten introduceren. Omdat we het gewoon niet pikken. Dus de verontwaardiging van de minister vind ik mooi, maar nu de daad bij het woord. Ja, voorzitter, dat vind ik een goede interruptie van mevrouw Kreuk, want het is ook genuanceerder dan het debat dat ik net heb aangehoord. Daar kreeg ik in ieder geval een beetje de indruk dat hier in de Kamer werd gedaan alsof we die miljarden winst van Shell kunnen afromen. Dat bedrag dat vandaag is gecommuniceerd, dat gaat niet, want het hoofdkantoor staat helaas niet meer in Nederland. Anders hadden we hier denk ik een heel ander debat vandaag met elkaar ook gevoerd. Het klopt wat mevrouw Kreuk zegt, ook Shell, net als andere fossiele bedrijven, heeft gas- en oliewinningsprojecten in Nederland. Daar kun je de overwinsten van die specifieke projecten afromen. Dat doen we ook met de extra cijns en de verhoging van de cijns die de staatssecretaris van Financiën heeft doorgevoerd. En we hebben daar gekeken naar hoe ver kunnen we gaan om die overwinsten af te romen zonder dat we die extra gasproductie op de Noordzee raken die we gewoon echt keihard nodig hebben om ons ook weer op de komende winters voor te bereiden en omdat gaswinning op de Noordzee gewoon minder slecht is voor het klimaat dan de import van vloeibaar gas uit andere delen van de wereld. En die balans hebben we gevonden met het percentage dat het kabinet heeft vastgesteld. Afrondend. Voorzitter, en die balans, zoals de minister voor Klimaat dat schetst, dat is dus precies het probleem waarom we vastzitten in die fossiele subsidies. En hoeveel miljard het er zijn, de minister gaat het nog eens netjes uitzoeken. Maar de logica dat we altijd zorgen dat fossiel toch de hand boven het hoofd krijgt, de keuze van het kabinet om voor het laagst mogelijke tarief te gaan voor die woekerwinsten, dat is precies het probleem. Prima. En dan heb ik een hele specifieke vraag. Shell, windolie in Drenthe. Daar krijgen ze dus niet alleen kunnen ze die woekerwinsten erop maken, maar ze krijgen ook de belastingvrijstelling voor al dat gas wat ze daar gebruiken in die winning. En dat is het andere amendement wat wij vandaag hebben ingediend. Dit zijn precies de fossiele subsidies die deze minister zou moeten willen aanpakken. Dus ik hoop dat hij bereid is dat te doen. Helder. Voorzitter, ik kom zo meteen nog uitgebreid op de amendementen terug. Ja, de heer Thijssen. Schaf ze af, zou ik ook zeggen. En verhoog het tarief. Ik sluit me helemaal aan bij de woorden van mevrouw Kreuger. Ik vroeg me even of ik het nou bij het blokje doelen moest doen of bij dit blokje. Want dit gaat dan over subsidies en over financiering. En hoe we nou toch gaan zorgen dat mensen uit de energiearmoede komen. En ik heb u daar nog niet heel veel over gehoord. Maar ik denk dus dat klimaatbeleid heel belangrijk is om vertrouwen terug te winnen tussen maar burgers en de overheid. Maar ook dat is een amendement, hè? Ja. Ja, dus daarvan gaat de minister denk ik ook zeggen, dat doen we straks bij de amendementen. Jawel, maar ik wil er even wat meer aandacht voor en een wat langer antwoord dan even een afgeraffeld reactie bij een amendement. Ik denk dat dit cruciaal is om een extra doel te zetten in de klimaatwet. Ja. Om te zeggen, er zijn dit jaar weer 60.000 huishoudens extra erbij gekomen in de energiearmoede. Het zijn nu miljoenen Nederlanders. Is het niet belangrijk voor het draagvlak van het kabinetsbeleid wat deze minister wil, om te zorgen dat de energiearmoede wordt afgebouwd? Ja, voorzitter, we hebben ook de afgelopen weken natuurlijk in de andere debatten hier ook uitgebreid bij energiearmoede stil gestaan. Ik waardeer ook dat de heer Thijssen daar zeer consistent aandacht aan besteedt. Mijn antwoord gaat nu wel hetzelfde zijn als het antwoord van vorige week, namelijk dat ik met de minister van Volkshuisvesting bezig ben met een versnellingspakket voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dat we daarin ook meenemen, kunnen we onder andere de fixbrigades, waar de heer Thijssen in zijn bijdrage prachtige voorbeelden van aanhaalde, nog sneller kunnen opschalen en ze niet alleen maar het laaghangend fruit zoals stokstrips, radiatorfolie kunnen laten toepassen, maar ook echt met die straat voor straat benadering de verduurzaming kunnen versnellen. Heel goed. Nou, heel kort. Ja, heel kort, want dat is mooi. Dat heb ik toen ook gezegd. We zien alleen dat deze coalitiepartijen vooral door de rechter echt in actie komen en gaan zorgen dat ze die doelen gaan halen. Dus ik waardeer alle moeite die gedaan worden. Maar als we nou dit opnemen als doel in de wet, dan hebben die mensen in energiearmoede ook zekerheid dat echt de actie gaat gebeuren om die energiearmoede met 90% naar beneden te krijgen. Dus ja, ik hoop dadelijk om de waardering van de amendementen, maar neem het over, zou ik zeggen. Ja, voorzitter, heel kort. Breder dan alleen energiearmoede staat dit kabinet ook voor de bestrijding van armoede in dit land. Daar is zelfs een aparte minister voor aangesteld. Daar zijn ook doelen voor afgesproken in het coalitieakkoord. Waar de minister voor armoedebestrijding dus ook niet alleen extra beleid opvoert, maar ook uw Kamer regelmatig in meeneemt. En energiearmoede is daar een onderdeel van. Ik denk niet dat het van toegevoegde waarde is om dat ook nog apart in de klimaatwet op te nemen. Maar dat neemt niet weg dat de bestrijding van energiearmoede, dat ik die net zo belangrijk vind als de heer Thijssen. Ik denk alleen dat het op een andere plek moet gebeuren. De Kamer
Cariben. De Cariben, voorzitter. De heer Bouke heeft daar een aantal vragen over gesteld. Laat ik die samen nemen. Verschillende Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn verschillende eilanden met verschillende eigenschappen, belangen en wensen. En ik ben met de eilandbesturen ook in overleg van wat is nou het passende klimaatbeleid per eiland. Ik vind het een interessante suggestie van de heer Bouke om te kijken, kunnen we ook een klimaattafel voor de hele BES in regelen? De heer Nijpels is nu aan de slag op Bonaire met de klimaattafel voor dat eiland. Maar ik heb ook al met de eilandraden van Saba en Stesia afgesproken dat we op basis van de ervaringen van de heer Nijpels op Bonaire kijken of dat we de tafel moeten opschalen naar een klimaattafel BES of dat we een aparte klimaattafel voor de andere twee eilanden instellen. Dan waarom zitten die BES-eilanden niet in de klimaatwet? Nou, het raamverdrag overeenkomt Parijs heeft alleen gelding op het Europese deel van Nederland. En daarom gaat deze Nederlandse klimaatwet ook echt alleen maar over het Europese deel van ons Koninkrijk. Er kan wel worden bezien welke artikelen van toepassing zouden kunnen worden verklaard op het Caribisch deel van Nederland. Maar ik vind het dan belangrijk dat we dat niet zomaar vandaag doen. Maar dat zou dan bijvoorbeeld kunnen voortkomen uit die klimaattafels die we daar houden en gesprekken die we met de eilandsraden voeren. Want ik denk dat er echt de beste manier is om nu verder te gaan met Caribisch Nederland, is om echt te kijken hoe we daar aan de ene kant de CO2-uitstoot kunnen terugdringen, de energievoorziening zo snel mogelijk kunnen verduurzamen. Ik denk dat je daar ook sneller naar CO2-vrije energievoorziening moet dan we hier in het Europese deel doen. Maar vooral ook het adaptatievraagstuk is natuurlijk onwijs belangrijk op de Caribische eilanden, zeker op Bonaire, omdat daar de impact van de zeespiegelstijging groot kan zijn. De heer Nijpels kijkt dus nu ook in de volle breedte naar zowel mitigatie als adaptatie. En we betrekken ook andere ministeries straks bij het vervolg dat we op die klimaattafel gaan geven. En ik zou eigenlijk bij u willen terugkomen naar de opleving van het rapport van de heer Nijpels en dan een voorstel aan de Kamer willen doen hoe we aangescherpt klimaatbeleid voor Caribisch Nederland kunnen vaststellen. Kunt u het beperken tot één vraag? Ik heb er twee, maar het zijn twee verschillende vragen. Dus, mijn eerste vraag is, kan de minister uitleggen waarom hij niet gelijktijdig ook aan een klimaattafel van Sint Eustatius en van Saba werkt? En waarom het een op het ander moet wachten? Nou, voorzitter, omdat Bonaire zelf het initiatief had genomen voor die klimaattafel. Dus ik heb toen met het eilandsbestuur van Bonaire afgesproken om daar zo snel mogelijk opvolging aan te geven. Dat was in de tijd dat ik heb besloten over de extra investeringen in duurzame energie op alle drie de eilanden. En toen hebben Saba en Stesia ook aangegeven, laten we even lessen in Bonaire opdoen en dan kijken hoe zo'n klimaattafel ook voor onze eilanden goed zou kunnen werken. De tweede vraag. De tweede vraag, dat was een vraag die ik vergat te stellen in de eerste termijn. De eilanden, deze eilanden waar we het nu over hebben, zijn niet meegenomen in de monitor energiearmoede. En mijn vraag is, waarom is dat? Voorzitter, volgens mij omdat ze in een bredere monitor voor armoedebestrijding op de BES-eilanden zitten van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Maar dit ga ik even checken, want we zijn natuurlijk volop bezig om die armoede op die eilanden fors terug te dringen. Dank voor uw beknoptheid. Voorzitter, dan gaan we naar de amendementen. Bij de amendementen. En er is volgens mij nog het een en ander gewijzigd, dus ik ga proberen de nummering in één keer goed te doen. Amendement 9 van Kreuker en Thijssen stelt voor in 2030 een bindend doel van 65% en volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2035 te regelen. Met verwijzing naar het debat zojuist gaat dat verder dan de implementatie van de EU-klimaatwet, dus amendement 9 ontraad ik. Amendement 11 van Kreuker Teunissen vraagt om bindende doelstellingen in 2030 en 2035. Dat is denk ik, is dat hetzelfde? Nee. De suggesties die in het amendement 11 worden gedaan, neem ik mee bij de tweede wetswijziging van de klimaatwet. Daarbij wil ik dus kijken naar waar we het net over hebben gehad. Wanneer moet onze elektriciteitsproductie neutraal zijn? Hoe kunnen we eventuele tussendoelen ook goed laten aansluiten bij de Europese inzet? En hoe kunnen we ook het Nationaal Plan Energiesysteem laten aansluiten bij de klimaatwet? Dus ik begrijp de gedachte, maar nu nog te vroeg. Amendement 11 ontraad ik. Amendement 12, daar heb ik net met mevrouw Kreuger het interruptiedebat over gehad, is het amendement Klaver, Kreuger, Thijssen, Teunissen. Dat gaat over het versneld afbouwen van een aantal belastingvoordelen. Ik denk dat ik net ook al heb aangegeven, ook het kabinet wil die fossiele voordelen zo snel mogelijk afbouwen. Dat zijn we ook al aan het doen met een aantal van de genoemde punten uit dit amendement. Een deel van het amendement is dan ook al onderdeel van het coalitieakkoord en het belastingplan. Maar er kleven aan een aantal voorstellen ook bezwaren. Bijvoorbeeld het versneld afschaffen van het verlaagde tarief voor de glastuinbouw en het schrappen van specifieke vrijstellingen hebben we nu ingesteld.
ingezet op 1 januari 2025. Dat is ook al heel snel om ook deze sectoren even de tijd te geven zich voor te bereiden op een hele forse verschuiving van de belastingen. Want bedrijven zullen bijvoorbeeld versneld willen overstappen van gas op elektriciteit om dit te kunnen opvangen. Het amendement stelt voor de raffinaderijvrijstelling af te schaffen. Dat kan niet, omdat dat gaat om de Europese richtlijn energiebelasting waar we het net over hadden, waar deze verplichte vrijstelling in zit om dubbele belastingheffing te vermijden. Het afschaffen van de inputvrijstelling voor kolen zal in mijn ogen leiden juist tot een verhoogde inzet van aardgas in de elektriciteitsproductie en staat daarmee haaks op onze inspanningen om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van import van Russisch gas en ook gasproductie te verlagen, elektriciteitsproductie op basis van gas te verlagen, zodat we zoveel mogelijk gas overhouden voor onze gasopslagen. De afbouw van de vrijstelling voor kolen, die wordt voorgesteld in het amendement. Daarvoor vind ik dat we eigenlijk bij wet een veel betere route hebben, namelijk het gewoon verbieden van elektriciteitsproductie met kolen in het jaartal 2030. Kortom, dit amendement ontraad ik, maar een groot deel van het amendement zijn we al aan het uitvoeren. Ja. Eén vraag, mevrouw Kreuger. Ja, voorzitter, misschien een vraag, een constatering in vraag. Want dit is geen nieuw onderwerp, die fossiele subsidies. Het is een onderwerp wat ongelooflijk veel aandacht behoeft. Ja. En wat jarenlang heeft gelegen. Ja, ja. En nu ligt er de kans om wel iets concreets te doen. En dan vind ik het moeilijk dat deze minister eigenlijk alleen maar zegt, we zijn er al mee bezig en u moet nog even wachten, dat duurt nog even. Wat gaat deze minister doen om concreet fossiele subsidies af te schaffen? Want dat hoor ik niet in het antwoord van de minister. Nee, voorzitter. Sterker nog, het kabinet is fossiele subsidies al aan het afschaffen. Daar heb ik met uw collega mevrouw Matoeg ook uitgebreid over gedebatteerd. Prima. Bij het belastingplan. In het belastingplan dat op 1 januari jongstleden is ingegaan, worden al fossiele subsidies afgebouwd. In het belastingplan dat op 1 januari 2025 ingaat, worden verdere fossiele subsidies en vrijstellingen afgebouwd of zelfs helemaal afgeschaft. Ja. Juist omdat ook het kabinet ervan af wil. Voorzitter, dan amendement 13. Kreuger Thijssen vraagt om het opnemen van een energiebesparingsdoel voor 2030. De reductie van het energieverbruik is onderdeel van de wijziging van de richtlijn energieefficiëntie, onderdeel van het Europese klimaatpakket. We zijn daarover nog in Europees verband aan het onderhandelen om ook de Europese doelen voor energiebesparing vast te stellen. En ik heb u ook al eerder toegezegd, zodra die Europese doelen zijn vastgeklikt, zal ik die doorvertalen naar nationale reductiedoelen. En TNO adviseert mij daarbij. Het eerste tussenonderzoek van TNO is opgeleverd en zal ik binnenkort ook aan uw Kamer aanbieden. En zodra dus de Europese onderhandelingen zijn afgerond, kom ik met voorstellen voor nationale doelen. Dus het amendement loopt daarop vooruit en moet ik op dit moment ontraden. Amendement 14 van mevrouw Teunissen stelt voor om al in 2030 klimaatneutraal te zijn in Nederland. Dat betreft een zeer vergaande aanpassing van de klimaatwet. Het gaat ook veel verder dan de Europese klimaatwet. En aangezien het Planbureau voor de Leefomgeving ons ook waarschuwt dat 55-60% reductie in 2030 eigenlijk al tegen het praktisch onhaalbare aanzit, denk ik dat dit amendement, al begrijp ik de richting van mevrouw Teunissen, maar wel erg fors is. Dus ik ontraad dat amendement. Amendement 17, Teunissen-Kreuger, stelt voor om de investeringsaftrek van de mijnbouw af te schaffen. Dit amendement wijzigt de mijnbouwwet en ligt daarmee, overigens net als heel veel andere amendementen, wel ver buiten de strekking van dit wetsvoorstel. Maar in Nederland opererende olie- en gasproducenten zijn veelal internationaal opererende bedrijven die ook actief zijn op andere delen van de Noordzee. Met de investeringsaftrek beoogt het kabinet een gelijk speelveld in het Europees deel van de Noordzee te behouden. Dit ook om te voorkomen dat gaswinning uit die kleine Nederlandse velden offshore helemaal wordt afgebouwd, terwijl we eigenlijk ook vinden, import van vloeibaar gas uit Amerika en Midden-Oosten is gewoon slechter dan gasproductie van onze eigen Noordzee. Dus hier is het vinden van de balans tussen die investeringsaftrek enerzijds en het afromen van overwinsten anderzijds. De amendement 17 moet ik daarom ook ontraden, voorzitter. Amendement 18, Thijssen-Kreuger. Daarmee willen de indieners de emissies van broeikasgassen van huishoudens per inkomensgroep en de financiële gevolgen daarvan inzichtelijk hebben. Dat ontraad ik om dat in deze wet te amenderen. Ten aanzien van de broeikasgassen van huishoudens per inkomensgroep is het echt moeilijk om een representatief beeld van de werkelijkheid te geven. De emissies van huishoudens hangen immers samen met niet alleen maar de inkomens, maar ook het gedrag van die huishoudens. En het is daarom heel moeilijk om dat naar inkomensgroepen uit te splitsen. En ten aanzien van de jaarlijkse effecten, financiële gevolgen van klimaatbeleid, moeten we echt integraal kijken naar de koopkrachtplaatjes die bij de miljoenennota worden opgeleverd. Dus amendement 18 ontraad ik. Amendement 19 van Koekoekdassen, Bouke Thijssen-Kreuger vraagt om ook negatieve emissies na 2050 vast te leggen in deze klimaatwet.
En eigenlijk pakt dit amendement een deel op van de Europese Klimaatwet dat wij niet expliciet in onze wetswijziging hadden opgenomen. Ik had wel verwezen naar alle verplichtingen die daaruit voortkomen, maar door dit zo expliciet te maken schept dat ook extra helderheid. Dus amendement 19, koekenkomsoeis, geef ik oordeel Kamer. Amendement 20, koekendassen, vraagt om tussendoelen voor 2035 en 2040. Ik heb eerder ook aangegeven dat het me een hele goede discussie lijkt om te kijken hoe kunnen tussendoelen helpen om klimaatneutraliteit dichterbij te brengen. Maar dat wil ik doen op basis van de afronding van de Europese discussie en meenemen in het klimaatplan. Het nieuwe klimaatplan, dus amendement 20, vind ik nu nog te vroeg, maar komt wel terug bij de tweede wijziging van de Klimaatwet. Dus nu ontraad ik amendement 20. Eén korte vraag. Ja, nee, ik heb netjes gewacht tot het amendement besproken werd. Ik heb het debat inderdaad gehoord, dus ik begreep al, het gaat deze kant op. Wat ik de minister nog wel ter overweging wil meegeven, is dat de eigen advieswerkgroep van de regering, de werkgroep CO2-vrij elektriciteitssysteem 635, die geeft aan, dit is nou juist zo'n nodig subdoel. Niet alleen omdat het parlementaire controle zou vergroten, maar juist ook omdat het voor marktpartijen de zekerheid vergroot. Dus ik geef het even mee als ter overweging, omdat het debat net heel erg ging over, ja, de Klimaatwet is voor parlementaire controle en niet voor iets anders. Maar dit zou juist dus investeringen stimuleren die we nodig hebben. Voorzitter, dat begrijp ik. Het expertteam Energiesysteem gaat binnenkort zijn eindadvies aan mij opleveren. Dat verwerk ik dan in het Nationaal Plan Energiesysteem dat hij voor de zomer van mij krijgt. Dus we voelen denk ik allemaal wel aankomen dat we het jaartal voor CO2-vrije productie naar voren gaan halen ten opzichte van 2050. Maar wat dat jaartal precies wordt, dat wil ik dus doen op basis van dat advies. U verwijst nu naar het tussenrapport. Het eindrapport komt er binnenkort aan. Maar ik denk dat we qua richting de goede kant op gaan. 20? Dat was volgens mij net amendement 20. Ja, dat is dus ontraden, voorzitter. Amendement 21, Thijs de Kreuker over energiearmoede. We hebben afgelopen jaar natuurlijk gezien hoe heftig de schokken van de energiecrisis ook doorvertalen naar de energierekening van huishoudens en ondernemers. Daarom zo snel mogelijk verduurzamen en minder energie verbruiken. Maar dit amendement past wat mij betreft niet bij de opzet van de Klimaatwet. Armoede moeten we in den breedte bestrijden. Energiearmoede is daar een onderdeel van. Amendement 21 ontraad ik. En dan heb ik hier amendement 22, maar dat is volgens mij inmiddels vervangen door 24. Ja. 22 is 24. Ja, dus amendement 24, met verwijzing net naar het debat ook. We hebben een tijdelijke solidariteitsbijdrage ingevoerd, omdat we die excessieve winsten tijdens deze energiecrisis willen afromen. Maar we hebben denk ik net uitgebreid gewisseld waarom ik vind dat de staatssecretaris tot een begrijpelijk percentage van Nederland is gekomen. Dus amendement 24 ontraad ik. En dan had ik nog amendement 23 daartussen. Daar heb ik in mijn inleiding al bij stilgestaan. Mevrouw Kreuger heeft gelukkig een klein foutje in de wetswijziging opgemerkt. En amendement 23 zorgt er dus voor dat het tussendoel van 2030 nog altijd refereert naar het jaartal 1990. Dus 55% reductie ten opzichte van 1990. Dat is een vrij cruciaal toevoeging. Dus amendement 23 van mevrouw Kreuger, oordeelkamer. En mevrouw, dank voor mevrouw Kreuger scherm. Wordt meteen werknemer van de maand dat ze dit heeft aangetroffen in de wet. En hulde. Ik heb nog 10 minuutjes. U mag het zeggen als we de tweede termijn er doorheen kunnen persen. Zullen we dat gewoon proberen? Maar dan moet u echt ongelooflijk puntig zijn. Ja, dan moet ik nog even een regeling van werkzaamheden doen. Op de tafel van de grafier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op de lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken als voor het eind van deze vergadering. Wordt daarmee ingestemd. Ik deel aan de Kamer mede dat mevrouw Ouwehand met ingang van heden weer fractievoorzitter van de Partij voor het Dier is. Daar ga je, mevrouw Teunissen. Ik stel voor de komende 2 minuten debat toe te voegen. Volgende 2 minuten debat toe te voegen aan de agenda van de Kamer. Mijnbouw Groningen met als eerste spreker het lid Van Haga, groep Van Haga. Brandweer en crisisbeheersing met als eerste spreker het lid Mutler, PvdA, herstartverkoopproces Intrafak BV, met als eerste spreker het lid Ellemet van GroenLinks, institutioneel racisme, met als eerste spreker het lid Van Balen van Denk en strafrechtelijke onderwerpen, met als eerste spreker het lid Mutler, Partij van de Arbeid en de Wetsvoorstellen, wijziging van de huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene huisvestingswet 2014, Kamerstuk 36.190 en het initiatief wetsvoorstel Nijboer-Grinwis in zaken vaste huurcontracten, Kamerstuk 36.195 op verzoek van de fractie van JA21. Benoem ik in de vaste commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport het lid Pauver.